Ik ben met een hele leeuw. Nou ja, hoe was het hier? Ja, zo goed. Druk? Ik ben op pad geweest. Ik heb deze keer ontbeten. Ik heb tijd zat. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van kellycrash.nl. Ik zit in de taxi en ik ga 2 dagjes naar Londen toe en ik ga jullie meenemen. Ik ben uitgenodigd door Stokke, superleuk. Ik zit nu dus in de taxi en om 11:30 ga ik vliegen. En dan ik ga jullie gewoon meenemen. Super spannend om 2 dagen van huis te zijn en morgenavond pas heel laat, pas na 10 uur thuis te komen. En de kindjes toch wel een nacht te missen vind ik best wel moeilijk. Maar ik vind het wel goed dat ik het toch doe. En ik weet dat ze in super goede handen zijn. Dus dat hoort er ook gewoon bij. Inmiddels ben ik aangekomen op Schiphol samen met Florien. Hallo! Die zagen jullie ook in mijn vorige vlog. Waarin we vertelden dat we heel veel zin hadden in ons Londen tripje. We zijn nu bij Jamie Oliver restaurantje om even koffie te drinken. De dames van Stokker zijn er ook. Michelle en Fleur die staan nog koffie te halen. En Bettina gaat ook aanschuiven. Ja. En we gaan echt een mega leuke trip hebben. Heel veel zin in. Heel veel zin in, ja. Ik ben aangekomen in mijn hotelkamer. Super leuk. Super gek om hier zonder Yannick te zijn. Ja, en ook zonder kindje natuurlijk. Maar zonder Yannick helemaal. Dit soort dingen doen we altijd samen. Maar het is echt zo mooi hier, moet je kijken. Dit is mijn bed. Heerlijk. Dus hier ga ik echt zalig slapen komende nacht. En een lekker stoeltje. Spiegel. En hier kijk ik op uit. Heel mooi. En zo lief. Stokke heeft er al een heel leuk pakketje neergelegd. Met een mini mouet en een lekkere douchegel. En... dit zijn truffels en blarenpleisters en een leuk boekje van Londen. Echt zo schattig. En dan heb ik hier een hele mooie marmeren badkamer met lekker een bad. En de toilet. En hier mijn wastafel. Dus hier ga ik hem morgen opmaken. Wauw, heel luxe. Echt een mooi hotel. Dus dat wordt echt zalig slapen vannacht. Nu zit ik in de echt een typische Londense cab met Florien en Bettina. En wij gaan shoppen. We gaan als eerst naar Harrods en daarna zien we wel. Snacks bij. Lekker frietjes. We hebben garlic bread en we hebben lekker brood met dipjes. We hebben even een kleine opfrissing gedaan. Ik heb even gekocht. Ik moet even een beetje touch up. En nu zitten we in de taxi en we gaan naar de London Eye. En daar gaan we lekker eten en champagne drinken. Zeker. En een hele leuke avond hebben met deze dames. De London Eye is het niet meer geworden, want door allerlei files gaat het helaas niet meer door. Maar we gaan wel lekker uit eten, dus we wandelen nu naar een leuk restaurantje toe. En dan gaan we zo lekker eten. Nou, proost dames. Lekker. Droogshampoo. Welke heb je? Ik heb die sterren. Oh, die is fijn, hè? Welke geur? Klopt. Alles. Oh, ja, die zijn echt fijn. Ja, ja, het zit lekker wild. Ik dacht dus dat jullie een grapje maakten met mijn bitterbal. Maar ik heb echt een bitterbal. En wat hebben wij voor gezond? Iets broccoli. Met nootjes. Oh, lekker. En aardappeltjes. Ook lekker. Wel toefje mayonaise. Ja, dat hoort erbij. Ja, ja, ja.
donderdag en het is de tweede dag in Londen. Ik heb heerlijk geslapen hier. Echt een lekker bed. Ik moet zeggen dat ik wel onrustig heb geslapen. Want normaal geef ik in de nacht een voeding. Dus het voelde ook een beetje gek om door te slapen. Ik werd ook gewoon wakker. Dus ik heb vanmorgen ook gelijk moeten kolven. Ik heb al een klein ontbijtje besteld. Roomservice. Omdat ik honger heb. En straks gaan we natuurlijk ook nog met z'n allen ontbijten. Dit is mijn eerste ontbijtje voor vandaag. Een lekkere pap. Porridge. Met banaan. En wat kwark. En nootjes en honing. Nog zelfs jam daar. En lekker een cappuccino, dus daar begin ik lekker mijn dag mee. Nou, luxe hoor, zo'n ontbijtje op bed. Nu even lekker in een badje en me klaarmaken voor deze dag. Nou, dat is wel echt super luxe, toch? Tijd hebben om in bad te gaan in de ochtend. Ik ben lekker in bad geweest, ik heb me opgemerkt, aangekleed. Ik heb nog even lekker een boekje gelezen. Ik heb gewoon zeeën van tijd. Normaal ben ik natuurlijk aan het rennen en het racen om die 3 kids helemaal klaar te krijgen. En nu hoefde ik alleen maar mezelf klaar te maken en... Ik ben in bad geweest, ik heb een boekje gelezen, ik heb ontbeten, ik heb tijd zat. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik doe het even in deze spiegel. Ik heb een top aan van My Jewelry en mijn flared pants. Die is daar ook van trouwens, in het zwart. Ik doe weer mijn ballerinatjes aan van Tommy Hilfiger. En dadelijk gaan we even gezellig met z'n allen ontbijten, dus dat wordt mijn tweede ontbijtje. Dan gaan we nog even shoppen, want we hebben tot 11:30 vrije tijd. Dus we kunnen nog lekker de stad in. Dan worden we opgehaald door de taxi en dan gaan we dus naar de eerste brandstore van Stokken. Die hier in Londen geopend wordt. Dus dat is super spannend, super leuk. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. En dit is mijn tweede ontbijtje van vandaag. Lekker een cappuccinootje, camille thee en een toast met avocado, tomaat en poached eggs. Portioneerde eitjes. Florine en ik lopen lekker ik in het zonnetje. Gaan vloggen. En we hebben even wat winkeltjes bekeken, niks gekocht. Maar gewoon even lekker rondgekeken, ook heel leuk natuurlijk. En we nemen zo weer de taxi terug. Hebben toch nog even een beetje van het centrum meegepikt. En straks gaan we natuurlijk naar de lancering van de nieuwe brandstore van Stokken. En waarschijnlijk ook nog even naar een mall. Dus we hebben goede vooruitzichten. Ik zit gezellig in de taxi met Janine. Gezellig. En Marjolein. En we zijn nu onderweg naar de Stokken Flagship Store voor de opening, de brandstore, de opening ervan. Dus we gaan het meemaken en we gaan de nieuwe Explory bekijken. Ik ben heel benieuwd naar alle nieuwe ontwikkelingen die heeft doorgemaakt. Dus we gaan een bubbeltje drinken. Kleintje, hè? Kleintje. Dus Kelly on the loose. Wel heel gezellig. Kelly on the loose. Klein nou, jij ook een beetje, toch? Ja, schat. Maar we zijn een klein beetje op vakantie. Ja, en we moeten weer vieren dat we weer samen in Londen zijn. Absoluut, ja, absoluut. We hebben het al gezellig Ja, absoluut. Moet je vaker doen. En we moeten even proosten op de nieuwe winkel natuurlijk. Ja, zeker weten. Kan niet zonder een bubbel. Nee. Nou, we zijn aangekomen in de mall waar de Stokken Flagship Store zit. En het is hier echt zo extreem groot. Zoveel leuke winkels. Dus ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar misschien dat ik ook even shop. Ik ben even in de Flying Tiger om voor een souvenirtje te kijken voor de meisjes. En hier hebben ze echt zoveel leuke dingetjes. Nou, als souvenirtjes kocht ik voor Lana slime, want ze vindt die video's op YouTube echt geweldig. Dus ik heb zo'n slijmpje voor haar gehaald met een unicorn erin. Voor Feline deze handpoppetjes. Ik denk dat ze die echt super leuk zal vinden. En voor Amy een soort van kwartetachtig spel waarbij je volgens mij dezelfde steeds moet vinden. Ik weet niet precies. En nu eet ik even als lunch deze salade met zalm en groenten en bruine rijst. Lekker! Toe en dan gaan we straks weer terug vliegen. We zijn weer op Schiphol. We hebben een super leuke trip gehad met z'n allen. En dadelijk is de taxi er weer om mij naar huis te brengen. Dus dat is ook heel fijn. Ik ben weer lekker thuis. Heel moe, maar echt voldaan aan een super leuke trip. Ik ben blij om weer bij jullie te zijn. Ik heb jullie echt gemist. Maar ik heb ook echt genoten. Even eruit. Het heeft me ook echt goed gedaan. Dus dat is wel heel fijn. En hoe was het hier? Ja, zo'n gangetje. Druk? Oh, gezellig druk. Ja. Nou ja, als je zijn Insta-stories in de gaten hebt gehouden, heb je het een beetje kunnen zien.
Ik ga gauw deze vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil Stokke bedanken voor deze fantastische trip. Het is echt super georganiseerd. Het was echt heel erg leuk. En ik ga daar lekker slapen. In mijn eigen bedje. Met mijn eigen mannetje. En ik ga daar even de meisjes er even lekker een dikke kus geven. Dankjewel voor het kijken. Slaap lekker. Doei!